Sint Maarten, de koeien hebben staarten. De meisjes hebben rokjes aan, de jongens hebben sokjes aan. Daar komt Sint Maarten aan. Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten. De meisjes hebben rokjes aan, de jongens hebben sokjes aan. Daar komt Sint Maarten aan. Sint Maarten had de mantel aan en daar zat
Wat fijn dat u ook dit jaar er weer bent. We hebben een prachtige optocht van alle lampionnen vanavond gehad. En volgens mij maken we heel veel plezier deze avond. En het is eigenlijk weer een groot feest dat u er bent. En voor de kinderen hebben we straks natuurlijk altijd weer een leuke verrassing. Ja, hartelijk dank voor deze mooie woorden. Er is voor degene die de mooiste lampionnen hebben, die hebben een papier gekregen en die kunnen dat straks inleveren bij de burgemeester. En dan krijgen jullie een cadeautje. En verder nodig ik iedereen uit, alle kinderen, om naar voren te komen om een appeltje te ontvangen. Als Martinus staan we hierboven in de toren van de Martinuskerk op het oosteinde in Voorburg. Vandaag is het weer 11 november en voor de 66ste keer in Voorburg hebben de kinderen gelopen vanuit het oosteinde naar verschillende straten en wijken en zijn weer teruggekomen onder begeleiding van twee muziekkorpsen, de politie, preventieteam, Rode Kruis hulpverleners en vele andere vrijwilligers hier bij de kerk. Daar verscheen Sint Maarten boven in de toren waar wij nu staan en daar heeft hij zijn verhaal verteld over Sint Maarten. De mantel die hij door midden sneed om de helft te geven aan een arme bedelaar die hij aan de poort zag liggen. Het is niet voor niets dat dit weekend bij kerken en veel instanties inzameling wordt gehouden van levensmiddelen voor de voedselbanken. Dat is gewoon het samen delen. Een lichtje zijn in het leven van een ander. Daarom lopen de kinderen ook met Sint Maarten met lampionnen, met een lichtje. En daarom dat wij nu al 66 jaar dit organiseren en dat weer vele honderden kinderen ook vandaag weer aanwezig waren. Bijzonder was vandaag dat onze nieuwe burgemeester Sint Maarten kwam welkom heten. Hij heeft meegeholpen om appeltjes uit te delen en ook om de prijzen voor de kinderen met de mooiste lampions om die uit te delen.